Zijn we allemaal altijd. Maar jij bent zelf niet anders. Het heeft een beetje iets geleerd. Dat is nog zo leuk. Zijn jullie met velen? Ja. Ik was nog onder zeil in Zuid-Afrika, Johannesburg. En toen kreeg Erik, de man van mijn moeder, die kreeg het idee om een benefiet te gaan organiseren. Ik had in eerste instantie, toen ik wakker werd, hoorde dat dat al in gang was gezet. Toen dacht ik van een benefiet. Benefiet haal je voor zeehondjes of zo. Samen met mijn vader maakte Erik een lange lijst van allemaal muzikanten waar ik ooit mee heb gewerkt. Die ik ken, of vrienden heb gewoon gehouden. Die lijst die werd mij voorgelezen en ik lag daar met al die slangen gezellig te bubbelen. En ik had echt zoiets van, yeah, right. Niet gesloten is altijd mis. En eigenlijk werd het vanaf dat moment een soort goed nieuwsshow. Naast het feit dat de dokter zei dat ik weer pudding mocht eten. Ik heb het meest waanzinnige pudding in mijn leven gegeten in Johannesburg. Kwam de ene na de andere bevestiging in. En de ene na de andere niet. Die zei natuurlijk, doe ik dit. Ik heb geprobeerd in ieder geval tot dusver om mensen te bedanken. Voordat ze hier zijn en dat ze dit voor me doen. En iedereen heeft zoiets van ja joh, tuurlijk. Maar die vanzelfsprekendheid maakt het alleen maar mooier en voor mij alleen maar bijzonder. En als ik dan zie dat het echt een beetje wordt aangedaan en ik zie zoveel gezichten hier tegenover. Veel gezichten waar je het verleden mee hebt, maar gezichten die nieuw zijn. Aangenaam. En dan word ik heel blij. Dus ik wilde per se iets doen. En ik wil dan ook altijd per se iets anders doen dan wat ik gewend ben om te doen. Om ervoor te zorgen dat ik in een dusdanig ongemakkelijke situatie kom dat het wat mis zou kunnen gaan. En daarbij heb ik een. Zeg maar, mijn batterij is vergelijkbaar met zo'n oud mobieltje wat je had. Weet je wel, een beetje weggooide. Daar had je dan nog één streepje op. En dan had je net opgeladen, maar je had daarna gewoon nog maar één streepje. En terwijl je een kwartiertje had gebruikt of zo. En dan zet je hem uit. En dan zet hij hem aan. En dan had je twee streepjes. Dat is mijn energieniveau. En eigenlijk is het zo, en ik wil niet te lang aan het woord blijven, maar ik wil eigenlijk jullie allemaal zoveel vertellen. En persoonlijk ook. En we hebben de komende tijd hebben we gewoon de tijd om dat te doen. En dat wil ik ook graag. Alleen ik loop hier een beetje opvallen mogelijk door de zaal heen. Omdat als iedereen, hey joep, dan val ik op. Ik neem dat niet te persoonlijk op. Kijk, dan een half jaar kan ik nu eigenlijk niks doen. Ik word in de zomer geopereerd hier, en dat is dan een hersteloperatie. En als ik daarvan ben hersteld, dan ben ik al echt zonder probleem hersteld, fysiek. En terwijl dat ik word gedaan, dat heb ik gezegd, maar wat natuurlijk voor mij veel groter is dan het feit dat ik met een zware pens op de bank zit, is het feit dat hersen. Alle persberichten en zo en alle fantastische aandacht die eraan is besteed op televisie en gewoon was het eigenlijk altijd een bijregeltje waarbij zijn vrouw niet kwam en waarbij zijn vrouw S niet kwam en dat was het dan. Voor mij is dat de hoofdreden. Voor mij is dat hetgeen waar het om draait hier. En ik wilde gewoon graag dat bij deze avond dat het best op een of andere manier nog deel uitmaken van het samen zijn. Voordat we weer verder vieren met al die fantastische muzikanten die vanavond voor jullie gaan spelen. Doe ik één liedje waar ik me doorheen ga knoeien. Dat jullie wel nemen. Dit is geen Elvis Moon. Ik ken volgens mij niet eens de tekst volledig uit mijn hoofd.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others, and let others do for you. May you build a ladder to the stars, climb on every rung. May you stay. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always seek the truth and see the lights surrounding you. May you always stay courageous. Be proud that I'm strong. Strong foundation when the winds of change